23 juni, dan besluiten de Britten of ze uit de Europese Unie stappen of niet. En zo'n Brexit is ook slecht voor de Nederlandse economie. Onze export naar Groot-Brittannië zal met 4% dalen. Dat heeft kredietverzekeraar Euler Hermes althans becijferd. En naar Duitsland is Groot-Brittannië onze belangrijkste handelspartner, dus het gaat om grote bedragen. Deze sectoren hebben het meest te lijden als de Britten de Europese Unie verlaten. De financiële sector, automotive, machines, chemie, agrivoer, textiel en energie. Ik vind de financiële sector dus flink geschaad. Zo mochten de Britten eruit stappen. Dat denken ze ook bij ING, hè? Ja, dat denken ze ook bij ING. Want Ralf Hamers is al meteen naar voren gestapt om te zeggen dat hij enig personeel uit de cities gaat terugtrekken. Omdat zodra die Brexit gaat plaatsvinden, en hij is niet de enige, want eerder kondigde HSBC, dat is een van de allergrootste banken ter wereld, dat ook al aan om 1000 mensen van Londen naar Parijs te verplaatsen. Dat is nogal pijnlijk. Het Verenigd Koninkrijk zal ook in de eerste 4 jaar naar schatting 240 miljard pond aan investeringen mislopen. Dus je ziet nu al wel geluiden opduiken uit de financiële sector van nee, we moeten vooral bij de Europese Unie blijven. We zijn tegen een Brexit. Wat zou dit met de campagne doen? Want je kunt ook zeggen, als bankiers iets vinden, wil het volk misschien wel weer tegenovergestelde. Ja, zo populair zijn bankiers niet. Ik kwam gisteren nog bij natuurlijk dat die open brief in de Financial Times, 50 grootste corporates in Groot-Brittannië zeggen van de pro-EU. Ja. Wat heel gek is, want eigenlijk zou je zeggen, dat is natuurlijk het verhaal van de conservatives. Het volk zou je zeggen, die is helemaal niet zo gericht op die corporates. Die denken van, ja, er is heel veel weerstand geweest de afgelopen jaren. Natuurlijk met al die tax evasion, daar zijn de mensen echt de straat voor opgegaan. Dus met name financials, maar ook grote bedrijven als Google en Starbucks staan bepaald niet in in een populair daglicht. Je zou ze misschien beter koers kunnen zeggen houden. Dat, ja. Met een vote voor namens de corporates, met een posterboy als de corporates, dan heb je eigenlijk geen echt lekker affiche. Met een vijand eigenlijk als het ware, of met een vriend als een grote corporate onderneming, heb je geen vijand meer nodig. Nee. Heb jij er een mening over eigenlijk wat ze zouden moeten doen of niet? Nou ja, je hebt eigenlijk overal een mening over. Ja, dat valt wel mee hoor. Maar ik zou het toch echt wel. Ik zou het heel treurig vinden voor het grote Europese project als er een Brexit tot stand zou komen. Waarom? Ja. Nou, omdat het natuurlijk alleen. Het gaat om veel meer dan alleen maar economie. Het gaat natuurlijk ook om sociale zaken. Het gaat om allerlei afspraken die we in heel Europa met elkaar gemaakt hebben. Het gaat niet alleen om dingen die in geld uitdrukt. Het gaat ook om aanpak van grote problemen. Neem nou bijvoorbeeld het grote vluchtelingenprobleem. Energiezaken die we Europees moeten gaan aanpakken. Het is natuurlijk treurig dat er zometeen een soort van kettingreactie tot stand kan komen als een Brexit tot stand komt, waarbij we zometeen misschien nog een Nexit, Nederland, Rexit, een Frexit, Frankrijk eruit. Grexit wilden we natuurlijk al heel lang. Het zootje stort in elkaar. Ja, maar aan de andere kant moet ik wel zeggen, weet je, als die Engelsen zoveel uitzonderingen en aparte regels willen, denk ik van ja, wat moeten we daar nog mee? Ja, bedoel, het is wel een beetje meedoen of afhaken, toch? Vind ik zelf. Nou ja, dat ben ik mee eens. Het is dat de Engelsen hebben natuurlijk, met name de Engelsen hebben natuurlijk een enorm grote bek. Die Schotten die willen natuurlijk heel graag weer bij die Europese Unie blijven. Je zou inderdaad zeggen, zoals Luyendijk een maand geleden heeft gezegd in The Guardian, van jongens, voor tijd dat Europa eens een lesje leert. En dus een tikje geeft, maar all-in, een Brexit is volgens mij desastreus. 23 juni, ongetwijfeld ook in dit theater. Straks